De economie wordt digitaal, duurzaam en circulair. Dat levert heel veel uitdagingen, maar ook een hoop kansen. Welkom bij de eerste aflevering van Ook Jouw Zaak, waarin ondernemers laten zien wat innovatie hun bedrijf oplevert. Een traditionele wijnhandel gaat online met een webshop, maar wijnen wil je toch het liefst even proeven voordat je ze koopt? We gaan vandaag een kijkje nemen bij wijnhandel Platenburg. De zaak van Julien is een familiebedrijf dat al 4 generaties bestaat. Julien, van een traditionele wijnhandel met belevingsgerichte producten naar een online winkel. Dat is nogal een stap. Waarom moest die stap volgens jou toch gezet worden? Ja, Lars, ik wilde meer zichtbaarheid en bereik creëren in Rotterdam door online te gaan. Nou, hij heeft dat natuurlijk wel wat voeten in de aarde gehad. Het is in één keer investeren, misschien grotere voorraad en heel veel extra werk. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, we hebben meer voorraden in huis, personeel aangenomen. Het creëerde ook wel dat ik, doordat ik die ene Bordeaux verkocht, kon ik ook andere wijnhuizen weer inkopen. Dat kan ik me voorstellen. Jullie zijn een familiebedrijf. Niet iedereen misschien daarop op zit te wachten op zo'n verandering. Heb jij daarvoor moeten vechten, om het zo te zeggen? Af en toe wel, ja. Binnen de familie natuurlijk. Ik weet nog dat mijn moeder goed zei van toen ik zei van joh, we gaan online met vandaag besteld is morgen in huis. Zei ze, weet je dat wel zeker? En die verklaarde me een beetje voor gek. Ja, dat is de hamvraag nu natuurlijk. Verklaren ze je nog steeds voor gek? Of zijn de resultaten zodanig dat iedereen er eigenlijk wel gelukkig mee is? Nee, de resultaten waren natuurlijk geweldig. We groeiden 20% met de webshop en dat groeit nu ook alleen maar door. Naast de winkel heb je dan ook je webshop en dat is super mooi. Klaar voor de volgende generaties? Ja, 5e generatie, zeker. Julien, tof dat we bij jullie in de zaak mochten kijken. Voor de ondernemer die nu kijkt, heb jij nog een belangrijke tip? Ja, als je een webshop start, doe het stap voor stap. Erg belangrijk, maar zorg er ook voor dat je achter de schermen er helemaal klaar voor bent. Dat lijkt me een hele waardevolle tip. Nogmaals dank en succes met je zaak. Dankjewel. Heeft het verhaal van Julien je geïnspireerd en wil jij je zaak ook een boost geven en digitaliseren? Kijk dan op de website.